Dus jullie zijn sterke vrouwen? Ja, zij is wel de sterkste van ons twee. Zie je die bicep niet? Broer, ze gaan jou zo optillen. Je gaat zo staan bij muur. Zonder grap, zij kan mij echt gooien, man. No cap. Welkom bij weer een nieuwe aflevering van De Mensenmening. Vandaag staan we in de parel van het zuiden, zeggen ze, Breda. De vraag van vandaag is, ben jij goed bevriend met je ex? En dit is de jury. Hoppa. Daar zijn we weer. Met een nieuwe lading energie. Yo mensen, mijn naam is Chadmo. Ik kan me vast kennen van YouTube of gamen. En ik ben hier zo met... Kleine John. En mij kan je ook kennen van YouTube. Oftewel, muziek. Zie. Love. We komen om te winnen. Welkom. Naast wie sta ik hier? Naast Romy. Romy, heb jij een relatie? Ja. Ben je al lang samen? Nee, maar we zijn wel lang bezig. Lang bezig. Ja. Hoe oud ben je als ik vraag mag? 17. Hoeveel exen heb jij? Ik ben echt verkeerd, hè? 3. Ik mocht dat nooit zeggen van mijn moeder. Mijn moeder wordt altijd boos als ik dat zei. Dus ja, ik zeg dat terecht. Nooit. Hoe zeg je dat nou met trots op camera? Ik zou geen flauw idee hebben, maar ik denk misschien weet ze niet wat het betekent. Maar hoe noem je jezelf nou? Kijk. Dat betekent eigenlijk een prostituee. Dat heb je heel mooi verwoord. Dankjewel, heel zakelijk. Dankjewel voor je woordenboekkennis. Noem jezelf nou een keg? Ja, een slet. Lekker een slet. Heb jij veel exen eigenlijk? Ja, nu 2 exen en 1 gast waar ik een tijdje mee gedate heb, maar dat is niks geworden. Als we ex on the beach moeten geloven, is een ex natuurlijk. Vanaf zoenen al, toch? Echt? Ja, volgens mij wel bij ex on the beach. Ja, nou, weet ik niet. Nou, dan heb ik er helemaal geen. Een heel lijstje, of niet? Is er een ex waar je nog contact mee hebt? Of waar je goed bevriend mee bent? Ben ik veel? Oh ja, dan moet ik op antwoorden natuurlijk. Waarop? Op de vraag. Oh. Ja, dat wat ging heb jij zo snel? Opeens een gigantische baard? Ja, ik ben ook echt onder de indruk joh. Van mezelf. Wat is voelen? Heeft zij nog contact met haar ex? Ja, tuurlijk. Met allemaal. Ja. Echt? Jij hebt een rode baard, joh. Ja. Vind je ervan? Nou, wennen. Oh. Wat denk je dat ze gaat zeggen? Ik zeg ja. Weet je waarom? Waarom? Ja, 100%. Gebaseerd op wat? Ja, nee, zij... Omdat zij zichzelf een keggie noemt. Ze ziet er gewoon uit alsof ze haar ex niet kan laten, man. Maar dit kun je toch niet lezen? Ik zie het gewoon aan die microfoon. Nee, je loopt onzin te praten. Wedden, ze gaat zeggen ja, ik ben nog bevriend met hem. Ik denk het wel, man. Op die leeftijd doe je dat wel nog. Of juist niet, weet nee, je wel. Nee, juist echt niet. Toxic. Ja, alles toxic, is toxic. Ja. Nou, haar relatie die heeft ze pas net en die gaat over een week ook weer uit. Dus dan heeft ze gewoon backup, toch? Hoor, ik ben zo slim. Okay. Hoor, zij zegt, ik heb 3 exen gehad. Ik ben een keg dus. Dus is ze niet trots op dat ze 3 exen heeft gehad. Ja. Waarom zou ze dan nog met haar exen willen praten? Nee, ze is toxic. Geen contact. Nee. Ik ga met jou mee, maar als het fout is, dan trakteer je me vandaag. Oké, okay, deal. Oh, lekker gaat ze eten. Ja, 100% nee, wel. Nee, steen, papier, schaar. Hoppatee. Nee. Echt niet. Wij zitten gewoon bij mij op school, dat is gewoon... Maar normaal. Gewoon normaal hooi in de gang? Ja, precies. Zij toch? Ja, maar dat is geen contact, bevriend. Oké, okay, allemaal goed. Let's go. Geen goede vriendschap aan overgehouden? Nee. Gewoon normaal doen. Gewoon elkaar aan de waal laten, dat is het beste wat je kan doen. Dus het is niet toxic. Oude liefde roest niet. Wat is jouw remedie om een ex achter je te laten? Gewoon compleet ghosten of gewoon aardig en lief blijven doen tegen elkaar? Waarom staat Patrick zo raar? Gewoon geen contact meer. Gewoon. Hij heeft last van zijn ellebogen, denk ik. Volgens mij Patrick het koud. Helemaal sloes, helemaal klaar. Ja. Finito. Ja. Optieven. Ja. 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 Precies. Ja. En hoe heet je vriend? Floris. Floris? Oh, ze heeft een nieuwe vriend. Oh, wij letten echt niet op, hè. Oh, tuurlijk gaat ze niet zeggen dat ze contact heeft. Ja, dan heb jij wel gelijk, ja. Dankjewel. Die neem ik. Ook wel flow. Flow? Ja. Flow. Ja. Wat is het nou, bro? Is het een relatie of is het een flow? Is het... Wat is het? Slow flow animal. Romy en Flow. Wil je nog de groetjes doen? Love you. Oh. Slow flow? Ken je slow flow animal niet? Slow dat is Kevin. Flow. Kevin? Ken je de rapper Kevin? Vast. Kevin. Ik ken wel een Kevin die muziek maakt, ja. Dus zo'n Nederlandse rapper dinges. Inderdaad. En hij noemt zichzelf de Slow Flow Animal. Nou, dat wist ik dan weer niet. Ja. Naast wie sta ik hier? Bob Smit. Bart Smit? Wat zegt hij nou? Wow, yo. Zei die Bob Smit? Bob Smit. Bro, jij hebt de mooiste naam van 2022. Bob Smit. Ik kapot hard. Hij heet gewoon Bob Smit. Bob! Denk je dat hij Nederlands is of denk je dat hij uit Scandinavië komt? Scandi-wat? Het is altijd een bepaald slagvolk wat de achternaam erbij zegt. Weet je? Heb jij dat ooit gedaan? Ik denk Denemarken, Noorwegen of Zweden. Bob Smit. Wat? Ik stel me nooit voor met mijn achternaam. Nee! Nou, Bob wel. Even een dagje Breda. Ja, met mijn vriendin. Met je vriendin. Die is binnen. Ja.
Nou, misschien maar goed ook. Hoe ben jij in de relatie? Ja, perfect. Ja. Wauw. Wow, straight. Ja, bro, Bos Smit. Hoe lang zijn jullie al samen? 28 december, 4 jaar precies. Deze man, bro, hij kan zich nog alles herinneren. Bro, Bos Smit heeft mediatraining. 28 december, hij noemt datum. Hij zegt, ik ben perfect in de relatie. Hij weet wat hij wilt. Hij is een hete speler. Ik loof je, man. Hoe hebben we elkaar leren kennen? Mijn vriendin fietste achter me en ik was aan het klooien met een paar dozen achter op mijn fiets. Niet waar. Toen zei ze, jij hebt lef en... Toen is het ontstaan. Ja. Wauw. Dat is wel een heel goed verhaal, zeg. Ah, oh, dat vind ik wel een leuk verhaal. Dat vind ik lief. Ja. Quote. Be like Bos Smit. Ik zie me dit dus voor. Ik kan pas helemaal het inbeelden. Ja, ik zie hem stoempen. Ja, stoempen. Met die doos achterop. Ja, maar hij is een legend, man. Bos Smit. En ik weet nu al, hij gaat zeggen, ik heb geen contact met mijn ex, want ik ben Bos Smit. Ja, en toen zijn jullie wat gaan drinken gelijk, of? Ik kon niks opschrijven, want ik had die doos moest ik weten houden. Zij heeft me toen gegoogeld en via Facebook een berichtje gestuurd. Nou, en ze leven nog lang en gelukkig. Ja. Perfecte love story, man. Bro, een dame, echt, een dame die jou opzoekt. Bro, via Facebook nog, hè? Gegoogeld. Ik denk, we moeten naar gemeente, man. Name change. Bob Smit. Yo. Hey, voor deze relatie heb je veel exen gehad? Een aantal. Is er een ex waar jij nog steeds contact mee hebt? We moeten niet zo simpel antwoord gaan geven. We willen wel winnen, we moeten even goed nadenken. Ik ga weer voor nee. In mijn hoofd hebben de meeste mensen gewoon geen contact met een ex. Sympathieke kerel wel. Ja, had gekund. Bob Smit zegt 100% nee. Ik ga niet eens discussie met jou. Bro, mag ik even praten? Okay. Het kan ook een ex zijn die je kent van werk. Of het kan ook een ex zijn... Die man zegt elke keer al. Hadden jouw exen geen contact met een ex terwijl jij een relatie met hun had? Misschien wel. Misschien dat dat een van de redenen was waarom het gewoon niet werkte. Bij eentje weet ik toevallig exact dat dat de reden is dat het niet werkte. Ja? Ja. Oh. Het is niet ghosten. Het is ook geen vechtscheiding. Het is verwaterd. Oh, dus hij heeft geen contact. Hij is zo hot op de boot. Ja. Hey, hij weet precies de dag wanneer zijn relatie is ontstaan. Bro, hij wil hij niet kwijt. En hij weet als hij verkeerd datum zei dat het probleem was. Als hij nu zegt dat hij een ex heeft, Bob Smit is vooral kwijt. Oké, dan gaan we mee met jouw antwoord. Ja. Ga je erin mee? Jawel. Aardige kerel, basisschoolliefde, spreekt hij nog steeds? Nee, ik denk het eigenlijk ook niet. Spreek jij nog iemand van de basisschool? Nee. Nee, dus hij ook niet. Nee, klopt. Geen één. Nee? Dit zeg ik je, Bob Smit! Geen één. Allemaal compleet verbannen uit het leven. Ja. Ja? Ja. Hij lacht nog. Hij weet media. Verbannen uit het leven. Ja. Jeetje, dat is wel heftig. Lekker Patrick. Lekker intens. Dat zegt iemand die je kleding verknipt, die ga ik niet terugbellen. Van hoe gaat het met je? Kleding verknipt? Die was een beetje verknipt. Laat zeggen, zij verknipt zijn kleding. Ja, precies. Ze was verknipt. Je had een psycho-ex, hoor ik. Ja. Verschillende persoonlijkheden kon ze aannemen. In... een seconde, tik. Ik vind niet dat je iemand verknipt kan noemen en dan kan zeggen verschillende persoonlijkheden. Ik wil verhaal. Ja, Kim in the juice. Ja. Zie je, die vrouwen willen Bob Smit niet kwijtraken. Ze worden gek. I hate being bipolar, it's awesome. Die is gek, hè? Snap je hem of niet? Jij snapt dat niet, hè? Dus toen heeft ze jouw hele kledingkast zo doorgeknipt. Ja. Zou je iets tegen haar willen zeggen? Oh nee hoor, nee. Mag geen hoor, je mag. Geen aandacht besteden. Nee, heel goed. Bro. Bob Smit, hij lijkt op Tarzan tegelijk. Bro, jij bent obsessed met die naam volgens mij. Bro, ik vind die naam zo hard, Bob Smit. Ik heb het gevoel dat als ik mijn haar in de staart doe, dat wij een beetje dezelfde side profile hebben, denk ik niet? Wat vind je van een man bun? Let op, Bob en ik zijn één jongen. Ik ga er heel slecht om. Ik ken echt heel veel vriendinnen van mij die vinden dat echt gewoon het. Nee. Nee. Hij heeft ook highlights. Dat heb ik ook. Motherfucker, jongen. Naast wie sta ik hier? Sam. En? Nicky. Dit zijn gym rats. Vinjo, Nicky. Zij is een speler, hoor. Komen jullie uit Breda allebei? Nee, wij komen uit Zeeland. Mensen thuis begrijpen niet wat je bedoelt. Wat voor speler? Oh, zeg maar, zij is actief in de velden. Mensen begrijpen dat niet. Welkom bij John Translate. Van straat naar Koninklijk Huis. Daarmee bedoelt hij, ze heeft heel wat exen. Ja, dat bedoel ik. En ze heeft af en toe contact. Wat doe je dan hier? Wij hebben een powerliftwedstrijd gehad. Oh. Oh, wat? Dit zijn powerlifters. Oh, wauw. Ze zijn in ieder geval sterker dan ik dan. Hoe random. We komen van een deadliftingwedstrijd. Heb je dat ooit gehoord, man? Nee. Dus jullie zijn sterke vrouwen? Ja, zij is wel de sterkste van ons twee. Zie je die bicep niet? Broer, ze gaan jou zo optillen. Je gaat zo staan bij muur. Zonder grap, zij kan mij echt gooien, man. Ook cap. Hebben we nog prijzen gepakt? We hebben allebei een NK-kwalificatie nu, dus dat zo. Oh. Ja. NK, dat is toch een Nederlands kampioenschap? Ja, man. Dames, hoe zitten jullie in de relatie? Hebben we een relatie? Ja. Nee, ik niet. Ik hou van de gewichten. It's my relationship. Basic fits my everything. Hé, hoe zitten jullie met exen? Hoeveel exen hebben jullie? Drie. Drie exen? Ja. Twee. Dan de hamvraag. Zijn jullie goed bevriend met één van jullie exen?
Ik vind deze lastig. Ik vind het eigenlijk een hele moeilijke vraag. Kom ik nu achter. Die linker kijkt wel echt heel verbaasd. Zo, what the fuck zeg je? Lange heeft een relatie. Lange heeft geen contact met geen ex. Contact. Nou, de rechter, die... Heeft flashbacks. Nee, kleine... Ik ben independent. Dus ik denk ja, dat niet. Ja, ik ben independent. We zijn er helemaal niet mee bezig, joh. Weet je? Gewoon lekker leeften. Nou ja, serieus, man. Het zou me ook niks verbazen als een van de twee zegt van... Ja, ik kom nog wel eens tegen in de sportschool. En... Ja, maar dan ben je geen vrienden, toch? Nee, ja, maar dit is sowieso altijd een beetje dubieus wat nou het echte antwoord is. Ja. Ik denk dat echt niet, want ik vind hun niet types die nog contact hebben met hun ex. Nee, zeker niet. Toch? Nee, ik denk het ook niet. Nee? Nee. Ik denk het niet. Oké, nee. Zou zeker. Ja, ja. Okay, lang, ja, ja. Ik kan er wel normaal mee omgaan, maar mijn vriend niet. Ik spreek ze ook niet meer. Helemaal niet. Nee. Dat heb ik toch, wow. Dat is toch even goed gedaan. Dus we hebben het goed. Allebei nee. Nice. We hebben er meer. Tel, je bent op date en het valt echt enorm tegen. Ja, wel de date afmaken, maar daarna is het gewoon klaar. Even ook wel uitzitten en ja. Dan... Het is zo vies. Het is mij nog nooit overkomen, maar... Dames die zeg maar gewoon weglopen bij een date of... Hoe kan je dat maken? Dat is gewoon zielig. Ja, maar lekker alsof je praat uit ervaring, nee, maar gelukkig nee, heb je nee, dat nee. Niet, hè? Ik zeker niet. Als je elkaar nu tegenkomt hier, is het ongemakkelijk of valt het mee? Nee, dan zou het niet ongemakkelijk zijn. Nee. Alles koek en ei eigenlijk hier. Ja, zeker. Goed toch? Ja, ik was op zoek naar de sappige verhalen. Nou, dankjewel Petje. We hebben weer genoten. Nou, hè? Goed, toch? Ja, dit was weer, goed. Als vanouds. We hebben gewonnen. Yo. Hey, dit is die chemistry toch, chat? Ja, hij is al begonnen. Als hij liegt, ga ik huilen. Nee. Ik heb net in mijn oortje te horen gekregen. We hebben gewonnen. Team Chatmo, Team John. See. Dit zijn ze, man. Doei. Dit was hem, de mensenmening voor deze week. Het ging over exen vandaag en als jij nou een goed verhaal hebt over je ex, misschien heb ik hier wat raars meegemaakt of een gekke date, laat hieronder even weten en laat ook even weten wat je van de aflevering vond. Tot volgende week!